Breda Nu. Je weet het meteen. Het is vrijdag 19 januari 2018 en dit is het weekoverzicht. Goedemiddag, mijn naam is Brian Lisman en je kijkt naar het weekoverzicht van Breda Nu. Deze week gebeurde er veel in en rondom Breda. Zo werd er een kindermiddag georganiseerd op het station, een nieuwe campagne gelanceerd door Bavaria om carnaval een nieuwe feestdag te maken en er werd een charity dinner georganiseerd door studenten van de Rooi Pannen. We beginnen de week bij zondag 14 januari. In restaurant Hemels aan de Wilhelminastraat in Breda werd er een diner georganiseerd voor studenten en docenten van mbo-college de Rooi Pannen. Dit diner werd georganiseerd door eindejaarsstudenten Alicia Siahaya. En de opbrengst van dit diner ging naar verzorgingstehuis Raffi. Alicia ontwierp het menu, verzorgde de promotie en stuurde het personeel aan tijdens de avond. Alicia heeft ons benaderd, telefonisch, vanuit de Rooi Pannen. En we werken wel vaker samen met de Rooi Pannen. Zij organiseren hier evenementen. Wij hebben ook een foodtruck waarbij wij bij de open dag vaak staan. Dus nadat zij ons benaderd heeft, zijn wij op haar aanbod ingegaan en zodoende. Ja, en we hopen voor Alicia dat dit evenement haar zal helpen met afstuderen en wensen haar nog veel succes tijdens het vervolg van haar studie. In boekenhandel van Kemenade en Hollaars werd deze week het drietalige dichtbundel Theater van het Woord gepresenteerd. Theater van het Woord is een productie van Kees van Meel en hij was daar zelf aanwezig om een klein stukje voor te lezen. Zijn ziel kraste door zijn strot naar buiten toe. Rauw vlees kwam geroosterd uit zijn mond. Het publiek danste op zijn levensritme, idyllisch mooi of kokhalzend lelijk. Maar o, wat diep en zuiver. En o, wat treffend in het hart. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan wethouder Marianne de Bie. Zij was erg enthousiast en veranderde zelfs nog eventjes de slogan van de stad Breda brengt samen heel even in Kees brengt samen. Het Centraal Station van Breda werd deze week omgetoverd tot een waar kinderspeelparadijs. Perron 076-076. Het perron waar je wilt wachten. Kinderen konden hun energie kwijt op de luchtkussens, deelnemen aan leuke spelletjes en mooie prijzen winnen in de loterij. Ook aan de ouders is gedacht. Zij konden genieten van live muziek en lekkere hapjes in het foodcourt. Breda Nu nam een kijkje op dit perron. Zoals je ziet zijn er een paar kraampjes achter mij. We hebben een springkussen, we hebben een knutseltafel, spelletjeshoek en we hebben een podium waar straks ook kinderen zullen gaan optreden. En dan carnaval. Deze week werd er door het promotieteam van Bavaria een commercial gelanceerd waarbij wij worden gevraagd om een petitie te tekenen om carnaval twee vrije nationale dagen te maken. Bij 40.000 handtekeningen zou Bavaria persoonlijk naar Den Haag gaan om daar een gesprekje te hebben. Kijk even mee. En nou is het genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat wij, hardwerkende Brabanders en Limburgers, ieder jaar weer onze zuurverdiende vakantiedagen in moeten leveren om het feest der feesten te kunnen vieren? Carnaval! Of vastelavond, zoals het ook wordt genoemd. De mooiste tijd van het jaar! Inmiddels zijn er al 3 keer zoveel handtekeningen verzameld. En de kans dat dit dus ook echt gaat lukken, wordt steeds realistischer. Maar goed, ook al gaat dit lukken, en ook al krijgen we die vrije dagen, gaan wij überhaupt wel werken? Laten wij ons zomaar uit het veld slaan bij het mooiste feestje van het jaar? Breda Nu trok de straat op om Breda te vragen wat zij doen met carnaval. Zelf heb ik echt niks met carnaval. Carnaval is echt niks voor mij. Maar aangezien ik zie hoe het zo diep gegroeid is in de Brabantse en Limburgse cultuur, denk ik wel dat het zo ver kan komen dat het lukt om die... Want we moesten 40.000... inzamelingen hebben we toch, handtekeningen om het te kunnen voor zorgen dat het bespreekbaar wordt in de Tweede Kamer of zo. Ja, dat klopt. En ik denk dat wij Brabanders hebben zo'n grote community en aanhang en Limburgers, dat het wel gaat lukken inderdaad. Ja, ja, moeten. Ik kom zelf niet uit Brabant, niet uit Breda zelfs, maar het is wel de meest gezellige stad ooit. En ik kan me voorstellen, de mensen die carnaval vieren, dat ze daar echt helemaal voor zijn, dus ik ben ook voor. Nee, ik vier zelf geen carnaval, dus ik ben zelf ook altijd wintersport. Maar ik begrijp wel dat iedereen het erg leuk vindt en dat hij
ja, dat het gevierd wordt. Ik vier zelf carnaval, maar ik zit in Rotterdam op school, dus we hebben een andere dag vrij. Ja, klopt. Andere week vakantie. Maar ik werk niet tijdens carnaval. Ik heb nu ook geen werk en ik zit ook in Rotterdam bij hem op school. Dus voor mij is het eigenlijk hetzelfde. En dan de foto van de week. In samenwerking met Instagram-accounts in Breda en I Love Breda gaan we iedere week op zoek naar de mooiste foto's. Deze foto wordt geproduceerd en opgestuurd door uzelf. Dus heeft u een mooie foto thuis? Stuur dan eventjes een mailtje naar redactie@bredanu.nl of geef een reactie naar de Instagram-accounts van In Breda of I Love Breda. Deze week werd de foto aangeleverd door I Love Breda. Zoals u ziet, de grote kerk, verlicht en al zoals we hem graag zien. En tot zover het weekoverzicht van week 3. Volgende week zijn we er weer met natuurlijk weer een nieuwe foto van de week en de highlights van In en Om Breda. En nu kunt u op Breda Nu genieten van weer een nieuwe aflevering Sanseveria TV. Tommy Lips en de meiden van Changier gaan deze week op bezoek bij pastoor Rob van Uden in de Grote Kerk. Absoluut de moeite waard om even te kijken. Breda, fijn weekend en heel veel plezier met het klunen. Tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.